Hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Achter mij is een typisch Nederlands plaatje. Mooie blauwe lucht, mooie boompjes erbij. Maar dat gaan we vandaag niet op video vastleggen. Want wij gaan vandaag uien rooien. Mijn naam is Victor, achter de camera, Zet Niels. Kun je wat vertellen over deze rooiers? Het is een nieuw type rooier. Tweede rooimaat is wat langer. Onze sportbandjes achterin, dat is ook nieuw. En dat moet voorkomen dat hij minder gauw valt. Gewoon in principe hebben we een klein gehoord. Ja. Dat wil wel eens gaan aankomen, vooral in deze tijd. Als de grond een beetje nat is, dus hier, dan kan hij makkelijker aankomen en hier minder mee. Ja. Jij rijdt ook op GPS? Ja, we rijden op GPS. Ja, daar wordt het niet heel veel moeilijker van. Waardoor je gewoon iets beter op je werken bent. Ideaal. Ja, dat klopt. Zit er wel een automaatfunctie op die loopklapper? Ja, hij loopt al op de automaat. Automatische diepteregeling. Pijl aan twee kanten. Dat doet trouwens een rooier ook. Waardoor de rooier eigenlijk altijd vlak loopt. Oké. Onafhankelijk van de trekker, zeg maar. Onafhankelijk van de trekker. De voorklapper net zo. Okay. Kan er in feite theoretisch nog zo scheef tussen staan, de rooier en de klappen die wil de pet blijven volgen. Ja. Met die twee bandjes ook met Arjen naar een ander zwart klappen. Ja, in principe kunnen we op met links en rechts afleggen. Nou, dat hebben we nog niet geprobeerd, maar dat, de theorie moet dat wel willen. Daarom hebben we ook een handvol extra knappen bij de machine. Kun je eigenlijk zo afstellen aan zo'n aaien rooien? Nou, toch wel veel dingen. Je kunt de rooidiepte kun je goed instellen. Als dat je de mat laat schudden, zeg maar, om de grond eruit te laten zeven, kun je allemaal afstellen. Dus even de bandjes kunnen we afstellen. Ook nog een beetje van ja, links en rechts, mocht dat verschil erin moeten zitten, dan kun je het ook afstellen. Niels kwam met het geweldige idee om de outro in te spreken terwijl ik een ui aan het opeten ben. Dus. Nou. Wordt ook een hartstikke leuke video. Zo, netter. Blijf even. En dikke duim en de reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op het YouTube kanaal arintrader.tv. En vooral niet de Facebookpagina arintrader te liken. Ik zeg dat tot volgende week. Nou, het zweet op je voorhoofd, Herman. Ja, het gaat allemaal niet aan zin. Maar dat... Ondanks de ergo, hè? Dat is ook een beetje jouw schuld. Oh, sorry. Wil je een beetje warm voor mij? Oh. Even zeggen. Zo'n mensen als jou, daar wil je altijd wel warm van. Oké.